Moet je eens kijken. Ja, dat is mijn pakkie. Dat is mijn pakkie, ja. Kijk eens, dat wilt u hem kammen? Dat is zilveren pakkie, ja. Je kan met hem kroelen, hij spint en miauwt, ja. Maar Poes is toch echt een robot. Voor de demente bewoners van verpleeghuis Judith Leisterhof in Hardingsveld-Giessendam is Poes levensecht. En wij hebben er intussen 4 in huis. En we hebben alles als gift gehad van vrienden van en van een familielid. Dus er zitten verschillende sensoren in. Dus op de plaats waar je ze aait, hij kan rollen, hij kan pootjes geven, hij kan met zijn oogjes bewegen. Heel veel interactie is er dan ook van de bewoners. Hè. Die gaan praten of liedjes zingen. Of, kijk, ja, kijk, daar gaat hij. Hij gaat draaien, zie je. Dan wil hij onder zijn buikje hè, gekieteld worden. Dat vinden ze lekker. En waarom geen echte poes? Dat is ook weer leuk. Dat hebben we ooit in het verleden een keer geprobeerd. Maar er zijn toch mensen die last hebben van allergieën. Hij sprong ook op de aanrecht. We zitten ook hier toch omdat je een instelling bent met hygiëne en dat alles. Dan is dit gewoon de ideale oplossing. Een aantal bewoners hebben soms door dat het hard is en dat het niet helemaal echt is. Maar de meeste bewoners die zien het echt als een poes. Maar hoe lang duurt het nog voordat jullie vervangen worden door een robot? Ik zou het niet weten. Ik hoop het niet. Ik hoop het nooit. Nee, ik denk niet dat wij te vervangen zijn. Nee, geloof ik niet.